It's over and done, but the heartache lives on inside. Who is the one you're clinging to instead of me Ja, dat was Emotions van Mackenzie Thomas. En die naam zegt u waarschijnlijk niks. Het was een jonge kandidaat die vorig jaar meedeed aan het tv-programma The Voice USA. En wie het originele nummer kent, die vindt dit toch wel een prachtige interpretatie van dat nummer. En u luistert alweer naar de 15e maandelijkse uitzending van het programma van Fenso. En voor de mensen die het nog niet weten, Fenso is het verbindingsplatform voor, een platform voor alles wat met vrijwilligerswerk te maken heeft in Zuidoost, maar ook daarbuiten. En Fenso ondersteunt de burgers bij het vinden van vrijwilligerswerk, het opzetten van sociale activiteiten, het aanvragen van subsidies en het volgen van workshops, om een paar dingen te noemen. Het is Fenso trouwens een gratis dienstverlening en we worden gesubsidieerd door het stadsdeel Zuidoost. Dus inschrijven via onze website en gebruik maken van onze diensten kost niks. En ik ben natuurlijk weer André Reder. Ik ben adviseur en ondersteuner van bewoners en organisaties bij Fenso. En ik presenteer dit Fenso-programma. Dus vandaag, althans als u deze uitzending hoort, kunt u niet bellen naar de studio in het programma. Omdat wij het van tevoren hebben opgenomen in verband met mijn afwezigheid op zaterdag 6 juli. Dus dan weet u dat. Ik heb twee gasten vandaag. Aad Grol is deelnemer aan het netwerk gepensioneerde professionals van Fenso. En al jaar en dag actief als vrijwilliger, vooral in Zuidoost. Hij is 72 jaar en straks gaan we met hem in gesprek. Ook in de studio is de directeur van Fenso, Kenny Sussen.
En hij gaat ons bijpraten over een persbericht dat enkele weken geleden uitkwam over een nieuw gevormd sociaal pact in Zuidoost. En dat doet hij niet alleen, hij doet dat ook samen met een andere deelnemer van dat sociaal pact. En dat is Harvey Sandriman. En Harvey is de directeur van Swasoom, u alle wel bekend. Wat er allemaal van doen is met dat sociaal pact, gaan zij ons vertellen. Maar we gaan eerst naar muziek luisteren. Het is een gouden ouwe van de onnavolgbare Surinaamse zanger Lieve Hugo. Een pot met bonen. Als hier een pot met bonen staat en daar een pot met brie, dan laat ik brie en bonen staan, dan haal ik mee Marie. Marie, mala, met troelala, Marie, Marie, mala. Marie, mala, met troelala, Marie, Marie, mala. Als Marie in de keuken staat, dan voel ik mij pas goed. Dan laat ik brie en bonen staan, dan haal ik mee Marie. Marie, mala, met troelala, Marie, Marie, mala. Mara, oh Marie, Mamari, 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 Mara, oh Marie. Als hier een pot met bonen staat en daar een pot met brie, dan laat ik brie en bonen staan, dan haal ik mee Marie. Marie, mara, met troelala, Marie, Marie, mara. Marie, mara, met troelala, Marie, Marie, mara. En dat was het swingende een pot met bonen van de Surinaamse muzikale legende, kan ik wel zeggen, Lieve Hugo. En zoals ik eerder aankondigde, bij mij zit Ad Grol. Een man voor wie ik heel veel respect heb. Ook een van de vele mensen in de Bijlmer die zich inzet voor zijn medemens. En hij is ook actief in het netwerk van het netwerk gepensioneerde professionals van Venso. Dag Ad, welkom. Hey, André. Ja, leuk dat ik hier mag zijn. Ja, oké. Ik ben blij dat je er bent. Ik begin altijd met, waar ben je geboren? Ik ben geboren in Middelburg. Je bent een Zeeuw. Ja, maar geboren in Middelburg. Ik ben daar geboren, maar ik heb bijna in elke provincie gewoond. Dus ik ben gewoon Nederlander, zou ik kunnen zeggen. En hoe kwam dat, dat je bijna in elke provincie gewoond? Nou, mijn vader die werd vaak verplaatst naar een ander gebied van Nederland. En zelf ben ik ook vaak verhuisd toen ik werkte. Oké. En dan is natuurlijk de vraag, hoe ben je in Zuidoost terechtgekomen?
In Zuidoost. Nou, ik woonde... In mijn jeugd heb ik wel trouwens in Amsterdam gewoond. Mm-hmm. Zeg maar de basisschool, of een deel van de basisschool. Maar daarna ben ik door heel Nederland getrokken. En op een gegeven moment werkte ik in Den Haag. En toen leerde ik iemand kennen, een vriendin hier in Amsterdam. En nou, ik ben daar op een gegeven moment naartoe gegaan, ben ingetrokken. En die woonde in Zuidoost. Dus en dat is ongeveer 20 jaar geleden geweest. Dus je bent bij je vriendin in Zuidoost ingetrokken. Klopt, ja. Zo ben je terechtgekomen. Oké, even verder. En wat vind je van Zuidoost? Want je hebt heel Nederland gezien en gewoond. En dan kom je hier. En hoe voel je dat? Wat vind je? Ja, Zuidoost is een heel apart stukje Nederland. Wat je nergens anders vindt in Nederland. Mm-hmm. Dus wat dat betreft is het een unieke plek om te wonen. En ja, toen ik gepensioneerd was, toen heb ik me ook voorgenomen om iets voor Zuidoost te doen, omdat het mij interesseerde. In eerste plaats, ik was altijd heel druk bezig. Ik heb altijd projecten gedaan, dus kortstondige activiteiten. En dat wilde ik ook voortzetten, want ja, stilzitten, dat is niks voor mij. En Zuidoost biedt dan toch fantastische mogelijkheden. Dus ik was net gepensioneerd. Je bedoelt, er is gewoon heel veel te doen. Ja, want in het begin dacht ik, wat kan ik hier doen? Nou, ik kwam erachter dat er een database was van vacatures voor vrijwilligers in Amsterdam. En daar vond ik iets wat mij boeiend leek, namelijk lesgeven aan oudere mensen die nog niets van de computer wisten. Mm-hmm. En zelf heb ik ook jarenlang in de ICT gewerkt, dus dan dacht ik, het is wel leuk om die kennis op een heel andere manier over te dragen aan mensen die kennis niet hebben, maar wel daar niet omheen kunnen. En het ook nodig vinden om dat op te doen, de basiskennis. Ja. Dus toen ben ik begonnen bij Stichting Aan de Knoppen van Dini Dijkman. Hier in Zuidoost? Hier in Zuidoost, ja. Mm-hmm. Eerst in Rechtsbos, buurthuis Rechtsbos. En later is het uitgebouwd. Ja, we zaten in elk buurthuis, een multibron. Zo hebben we honderden mensen computerlessen kunnen geven. Ja, zo is het een beetje begonnen. Maar je hebt mijn vraag nog niet beantwoord toen ik je vroeg. Wat vind je van Zuidoost? Of wat voel je bij Zuidoost? Wat heb je met Zuidoost? Laat ik het zo zeggen. Nou, ik vind Zuidoost, wat ik zei, heel bijzonder. Wat mij opvalt na een aantal jaren, is dat Zuidoost niet één geheel is, maar bestaat uit heel veel verschillende groeperingen die elk in hun eigen groep leven en wonen. En juist door de computerlessen heb ik te maken gehad met mensen die uit Suriname komen, die uit Afrika komen, uit Azië. Heel verschillende hoeken van de wereld. En dan merk je dat al die groepen toch in hun eigen wereldje leven. Mm-hmm. En elkaar als groep niet kennen. En tijdens zo'n les waar je dan met elkaar zit, zie je dus langzamerhand dat de individuen toch een groepje gaan vormen. Met elkaar. Met elkaar. Mm-hmm. Omdat ze in hetzelfde schuitje zitten. Ja. En dat vind ik heel boeiend. En dat heb je dus in Zuidoost. Mm. En wat mijn doel is om daar bijdrage aan te geven. Zeggen, je doet gewoon mee. En kom uit je eigen bubbel. Wat mij opviel is dat mensen uit Afrika bijvoorbeeld al 20 jaar hier wonen en nog steeds Engels onder elkaar spraken en geen Nederlands. Ja. Ze verstonden het een beetje. Mm-hmm. Maar dan denk ik, dat moet toch veranderen. Oké, ik wil niet vervelend zijn. Maar wat voor gevoel krijg je bij Zuidoost? Want je hebt me nou beschreven wat er allemaal te doen is, hoe uniek het is. Maar wat, een warm gevoel. Toch een warm gevoel. Ja zeker. Oké. Hey, je bent 72, toch? Mm-hmm. Je bent wanneer, op welke leeftijd ben je gepensioneerd? Dat was vroeg. Het is nu ondenkbaar, maar ik was 57 toen ik met pensioen ging. Oké. Geen niet echt pensioen, maar zeg maar vervroegde uitgetreden. En ik wilde graag reizen maken, dus ik dacht, ik maak van die gelegenheid gebruik. Ja. Dus ik heb me een beetje verteld wat je tijdens je werkend leven hebt gedaan, maar ik vind het toch wel fascinerend, want je hebt gewerkt in en met de top van allerlei ministeries van het Koninkrijk der Nederlanden. Daar bewoog je je voor je werk. Onder andere, in Den Haag.
heel verschillend werk gedaan. Mm-hmm. Dat varieerde van ziekenhuizen in Friesland tot landbouwinstituten rond. Maar allemaal in managementfuncties? Nou, verschillend. Ik heb management gedaan. Oorspronkelijk heb ik een financiële achtergrond, bedrijfseconoom. Mm-hmm. Maar altijd gecombineerd met ICT, met organisatieontwikkeling, advies, beleidswerk en ook financiële activiteiten. Dus ik switch heel vaak van baan. Eigenlijk is het zo dat ik, zeg maar, gemiddeld om de 3-4 jaar ben veranderd van functie. Oké. Okay. Dus dan leer je heel veel activiteiten kennen, situaties kennen. En ik heb heel veel projecten gedaan. En ja, dat is iets wat in je zit. En dat wil je dan ook voortzetten als je met pensioen bent. En dat is de reden waarom ik ook zocht naar mogelijkheden om dat te doen. En ja, dat bleek dus met name in Zuidoost, bleken de mogelijkheden aanwezig te zijn. Oké, okay. En nu, je bent iets van 15 jaar al actief als vrijwilliger, toch? Ja, zeker. En in Zuidoost, hoeveel jaar als vrijwilliger? Zoiets? 15? Al die tijd is het. Oké, oké. En oké, okay, je hebt gezegd, je begon met die computerlessen te geven met Stichting Aan de Knoppen in overal, alle plekken, buurthuis en zo. En wat voor vrijwilligerswerk heb je nog meer gedaan hier in Zuidoost? Nou, ik heb voor een stuk of 10, 12 stichtingen gewerkt in Zuidoost. Mm-hmm. En het werk wat ik deed, dat was vaak zorgen dat er geld komt. Dus subsidies proberen binnen te halen of fondsen aanschrijven voor donaties. En dat betekent dus plannen ontwikkelen, projectplannen maken met organisaties. Maar het ging ook verder, want die organisaties die wilde zelf ook zich ontwikkelen. En dan kom je gauw op de vraag van, ja, maar wat gaan we doen de komende tijd? Welk beleid zullen wij uit gaan stippelen? Dus dat was dan ook een tak van sport. Namelijk beleidsplannen ontwikkelen. Ja, ja, ja. Samen met een stichting, met het bestuur. Mm-hmm. Dat heb ik gedaan. Maar ik heb ook financieel werk gedaan. Ik ben een tijdje ook nog betrokken geweest bij een start-up. Daar heb ik de financiën. Een beginnende gedaan. Onderneming. Beginnende ja, 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 ja. Sociale onderneming? Sociale onderneming. Ja, ja. Ja. Mm-hmm. En wat ik zelf ook heel leuk vind, is om dingen te maken. Ik ben zelf ook, zeg maar, een fotograaf. Oh, okay. Maar dan niet beroeps, maar ik fotografeer. Je vindt het leuk. Dus nu dan heb ik ook een expositie. Mm-hmm. En ik heb vroeger ook heel veel dingen ontwikkeld, gemaakt. Dus posters. Ontworpen. Ontworpen. Cafés beschilderd. Grote tekeningen en dat soort dingen. En daar ben ik de laatste tijd weer mee bezig. Maar dan digitaal. Dus ik maak de laatste tijd zeer regelmatig allerlei posters voor organisaties. Echt waar? Ja, ja, ja. En nu ben ik in Gein, want daar woon ik. Mm-hmm. Hebben we net een week geleden een krant uitgebracht. Een wijkkrant, die nog 4 keer per jaar uitkomt. Mm-hmm. En die is nu voor het eerst in kleur en helemaal digitaal opgemaakt. Met foto's en artikelen en dergelijke. En dat heb jij gedaan? Nou ja, ik ben er redacteur van en ik doe ook de opmaak van het blad. Ja. En dat gaat allemaal digitaal. Dus het zijn ook dingen die ik ook heel leuk en boeiend vind. Waarbij je kunt zeggen, nou, datgene wat je vroeger, heel vroeger hebt gedaan. Mm. Dat was dan nog in mijn studententijd. Dat doe ik nu weer, maar op een heel andere manier. Ja. Jongen, dus je hebt een zakelijke, rationele kant met je computerlessen en financieel beleid. En je hebt de creatieve kant met je tekeningen, schilderijen, digitale ontwerpen en dat soort dingen. En goed, je hebt met zoveel verschillende mensen gewerkt hier in Zuidoost. Wat is je ervaring met de mensen in Zuidoost, zoals jij ze hebt leren kennen? En hoe reageren ze op jou? Nou, ik moet zeggen, de ervaring is altijd positief geweest. Mm-hmm. Want ja, je wordt gevraagd om hun te helpen, dus dat is al een positief uitgangspunt. Mm-hmm. En ja, ik heb in alle gevallen heb ik ook echt kunnen helpen. Dus gezorgd dat er geld kwam, of dat er een plan op tafel kwam. Dat er gesprekken werden gevoerd met de gemeente bijvoorbeeld. Activiteiten die zijn ontplooid.
Dus ik hou ook niet alleen van plannen maken, maar ook dingen doen, uitvoeren. Ja, dus je hebt met hun ook allemaal echt dingen bereikt. Ja, ik heb niet alleen bijvoorbeeld computerles gegeven, maar ik heb ook lesprogramma's gemaakt. Oké. Okay. En dat geldt ook voor andere activiteiten, gewoon dingen doen. Mm-hmm. Ja. Als ik het zo hoor, heb je, hoe moet ik het zeggen, je hebt al je capaciteiten en talenten die je had tijdens je leven, heb je ook in je vrijwilligerswerk tentoongesteld en in de strijd gegooid, als ik het zo hoor. Ja, maar wel op een heel andere manier. Op een andere manier, ja. Of je een stichting van actieve bewoners hier helpt of werkt op een ministerie in Den Haag, dat is natuurlijk heel verschillend. Ja, maar goed, kijk, als je werkt dan moet je gewoon meedoen met die werkwereld. En dat is, dat is behoorlijk intensief. Een topsport zou je kunnen zeggen. Vrijwilligerswerk is heel anders. Dat is, je geeft, maar je krijgt ook heel veel. En het is ook niet zo inspannend. Ik bedoel, het is veel relaxer. Ja. Je kunt veel meer tijd besteden aan mensen. Wat als je werk minder het geval is. Hè? Productie draaien. Vooral als je projecten doet, ja, moet op tijd klaar zijn. Dat is altijd stress. Je zegt, in vrijwilligerswerk, je geeft veel, maar je krijgt ook terug. Wat bedoel je met je krijgt ook terug? Wat krijg je terug dan? Nou, veel van mijn werk is niet zozeer werk uit de handen nemen, maar organisaties of mensen over een drempel helpen. Bijvoorbeeld, ik heb veel gewerkt met startende ondernemers. En die lopen dan aan tegen het punt dat er bijvoorbeeld een businessplan moet komen om hun zaak te kunnen starten of om geld te krijgen of naar de Kamer van Koophandel te kunnen gaan. En dat is dan hun drempel. Dat hebben ze nog nooit gedaan. En ik help ze dan om zo'n plan te maken, over na te denken. Wat is jouw product en voor wie maak je het? En hoe denk je het verkopen? En hoe uniek ben je eigenlijk? En hoe pak je het aan? Mm-hmm. Dus ik ga eigenlijk in gesprek en de resultaten van die gesprekken die komen dan in een plan te staan. En daarmee kunnen zij verder. Ja, en wat krijg je terug? Van al die mensen die je hebt geholpen, over drempels hebt geholpen, subsidies. In plaats van ze vinden ze het geweldig dat ze zomaar hulp krijgen. Dat gebeurt niet altijd. Ik zie ze wel eens terug. Toevallig gisteren sprak ik nog met iemand die ik meer dan een jaar geleden geholpen heb met een businessplan. En die maakt dan headwraps, hele mooie, echt kunstzinnig. En die vertelde van, ik wil even nog met jou praten, want ik moet op gesprek met de Kamer van Koophandel. En ik wil even checken of mijn verhaal goed is. En die vertelde ook dat ze al aardig bezig is. En dat ze al in het Museum van Amsterdam heeft gestaan. Bij een expositie. En dat is natuurlijk heel mooi. Dus je ziet dat mensen daar iets mee doen. Ja. En ook veel verder komen. En ze nu dan, word je weer gebeld. En dan kunnen we even praten. Maar als je zoiets meemaakt, dat geeft je wel een goed gevoel natuurlijk. Ja. Ik zeg, dat krijg je dus terug. Dat krijg je terug, ja. Oké, en dan, om dit allemaal zo te doen, moet je toch gemotiveerd zijn. Ja. En waar haal jij die motivatie vandaan? Motivatie is eigenlijk heel simpel. Het is een balans tussen wat je geeft en wat je krijgt. Mm. En ik wil graag mijn energie en mijn kennis geven. En ik krijg daar dus waardering en zeg maar warmte voor terug. En die balans is voor mij heel positief. En ik vind het heel leuk om in verschillende culturen in Zuidoost te kunnen werken. Ik werk bijvoorbeeld met mensen uit Aruba. Spaanse cultuur. En dat is volstrekt anders dan mensen uit Afrika bijvoorbeeld. Ja. Of uit Azië. Mm-hmm. Ik heb ook gewerkt met een Hindoestaanse groep die dan de Indiaanse dans en muziek in Amsterdam promoot. Het is weer totaal anders. En dat is dus ongelooflijk boeiend. Mm. Ben heel blij met het is heel boeiend wat je allemaal vertelt en wat dat vrijwilligerswerk doet. Je zit in het netwerk van het netwerk gepensioneerde professionals van Venso. Ja. Hoe bevalt dat? Nou, ik zeg het is een fantastisch netwerk.
En via Venzo heb ik ook verreweg de meeste activiteiten kunnen doen. Mm. Dus al die stichtingen. Het merendeel is via Venzo bij mij gekomen. Mm. En dat heeft mij dus ook heel veel mogelijkheden gegeven. Het is een goede organisatie. En ik moet zeggen, ze komen ook met hele leuke initiatieven. Van de week nog een initiatief om met Foam dingen te gaan opzetten. Foam, het fotomuseum. Ja, fotomuseum met de middelbare school hier in Zuidoost. Oké. En dat soort dingen die komen regelmatig langs. Ja. En dat is geweldig. Oké. Ad, dankjewel dat je hier in ons programma wilde zijn. Nou, ik zeg altijd, ik wens je liefde en gezondheid. Maar ik wens je nog een lang, vruchtbaar bestaan hier met de bewoners en met je vrijwilligerswerk. Oké, dankjewel André. Oké, ik ga een nummer draaien, maar ik denk dat het is een nummer van Nat King Cole uit 1948. Toen was je nog een kleine jongen of? Ja, heel klein. Ja, maar ik denk dat je toen je volwassenen was, dit liedje ook heel vaak hebt gehoord in die tijd. Het is Nature Boy. There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. En u hoorde Nature Boy, een nummer van Nat King Cole, uit 1948 trouwens. En u luistert nog steeds naar de uitzending van Venzo. Op 7 mei kwam er een persbericht uit in Zuidoost over de vorming van een sociaal pact. En daarover ga ik nu in gesprek met twee organisaties die betrokken zijn bij dat pact. Ik ga praten met Harvey Sanderiman en hij is de directeur van Swazoom. En met mijn directeur van Venzo, Kenny Sussen, die zoals ik al zei beide betrokken zijn bij dit sociaal pact. Om even nog wat meer te vertellen, dat sociaal pact, dat is in dit geval een verdrag kun je zeggen, een verbond tussen verschillende organisaties. En
Dat zijn organisaties die heel actief werkzaam zijn in Zuidoost. En dat zijn Venso, Swasum, de Buurtwerkkamer Coöperatie, Pebaso. En dat is de organisatie die alle buurthuizen beheert. En Dynamo, dat is een welzijnsorganisatie, grote welzijnsorganisatie. En de laatste grote trekker achter dit sociaal pact is het Landelijk Kennisinstituut Movisie. Als het goed is, heb ik aan de lijn meneer Sanderiman. Ja. Goeie, welkom in de uitzending. Dank u. Een vraagje, waarom is dit sociaal pact ontstaan? Eigenlijk is de reden tweeledig. In de eerste plaats omdat de gemeente Amsterdam een beweging wil in het sociale domein over heel Amsterdam. En er was een voornemen om te gaan werken met sociale wijkteams. En dat gaf ons de reden, en met name Kenny van Venso, die zei van wacht eens even, we moeten voorkomen dat de systeemwereld en de belevingswereld, de urgentie die er is onder de bewoners, dat die langs elkaar heen gaan lopen. En daarin geven we hem groot gelijk, want dat zien we heel vaak gebeuren. Dat er iets wordt uitgerold over Zuidoost wat niet helemaal past bij de bewoners van Zuidoost. Dus toen besloten wij met z'n allen een sociaal pact te gaan vormen. Van alle trekkers in het sociale domein, en dat zijn niet alleen de grote organisaties, maar vooral de buurtorganisaties en de bewoners, die goed weten wat er leeft, wat de urgenties zijn waar bewoners mee zitten. Om die kennis te gaan organiseren en zo een signaal terug te geven van, nou, beste gemeente, als je het sociale domein gaat reorganiseren of efficiënties slagen daarin wil maken, luister dan naar wat er leeft in Amsterdam Zuidoost. En zo is het sociaal pact ontstaan. Ja, de kop van het persbericht luidde uniek sociaal pak zet bewoners Zuidoost centraal. Ja. Dat is nogal wat, dat is, althans, ik woon al decennia lang in Zuidoost en ik wil niet zeggen, ik sloeg stijl achterover, maar het viel me wel op. Een aantal grote organisaties die een pact vormen die de bewoners centraal stellen. Ja, en dat doen wij. Dat is ook precies wat wij willen. En wij leven allemaal, ook de grote organisaties, en laat ik alleen even praten over Swasum, in onze eigen kokertjes. We krijgen een beschikking, we krijgen geld bij alle problemen die er zijn, om maar een klein deel op te pakken. In ons geval is dat kinderopvang en voorscholen en wat welzijnswerk. Maar dat is lang niet genoeg om alle bewoners te bedienen. Dus eigenlijk moet je het kantelen en zeggen, oké, wat hebben bewoners eigenlijk nodig? En hoe kunnen we met z'n allen, en met de vijf grote instellingen die je net noemde als eerste, hoe kunnen we met z'n allen onze dienstverlening zo maken dat de burgers echt zien dat wij naar ze luisteren en dat wij ze in hun nood bedienen? En als wij dat niet kunnen, welke andere partners kunnen dat wel in Zuidoost? En zo is het sociaal pact dan ontstaan. En dat is precies ook wat we willen doen. De bewoners centraal stellen. Oké, dat is, begrijp ik dan ook, de kern van het sociale pact. Ja, exact. Ja, de kern is vroeg signaleren. Snel kunnen zien voordat iemand, een bewoner, formele hulp nodig heeft. En langs allerlei bureaucratie moet. Mm-hmm. Misschien kunnen we de oplossing dichterbij brengen. Als iemand naar school wil, een opleiding wil, gewoon iets wil eten, gezelligheid wil. Wat kunnen we met z'n allen doen om dat mogelijk te maken? Waar zit dat leed? Waar zit die urgentie? En wat kunnen we met z'n allen doen om die bewoner te bedienen? En nu werken we, er is best veel in Zuidoost. Er is ook, er zijn best veel organisaties, maar we werken allemaal een beetje langs elkaar heen. Ja, dat is ook mijn eigen ervaring. Ik ben ook jaren werkzaam in het welzijnswerk. En dat vind ik altijd een grote handicap, die eilandjes die langs elkaar heel werken. Kenny Sussen, hoe worden dan, want de bewoners staan centraal, er zijn ontzettend veel
actieve bewoners, initiatieven, stichtingen, verenigingen die actief zijn in Zuidoost. Hoe gaan die of hoe worden die betrokken bij dit pact, dit sociaal pact? Nou, als aanvulling op Harvey is het natuurlijk zo dat de focus niet alleen maar is op deze organisaties, maar het is nog belangrijker dat wij hen betrekken bij de doorontwikkeling van het Sociaal Pact. Dus ook om echt te vertrekken vanuit waar zij behoefte aan hebben als organisaties. En het Sociaal Pact vindt ook dat deze organisaties veel meer ondersteund moeten worden en gefaciliteerd moeten worden vanuit hun specifieke behoeftes, zodat ze zich nog beter kunnen inzetten voor Amsterdam Zuidoost. Want dat doen ze al enorm. Dat doen ze ook al jaren. Ja. Maar daarbij hebben ze vaak, of geven ze vaak aan dat ze nog wel de nodige ondersteuning behoeven. Om die kwaliteit die ze beschikken ook veel meer beter in te zetten voor de sociale urgenties die er zijn. Dus zij staan nogmaals echt centraal in het pact. En we willen ook samen met hen ons gaan inzetten voor Amsterdam Zuidoost. Ja, goed. Het is enkele weken geleden dat dit pact is gevormd. Ik probeer me het even voor te stellen. De genoemde grote organisaties, en daar komen nog tig zelforganisaties uit Zuidoost bij. Maar richting gemeente toe moet u met z'n allen een soort samenhangend plan en voorstel gaan doen. En dat lijkt me toch heel ingewikkeld. Om met z'n allen tot een eensgezind. Kan je daarover wat zeggen? Nou ja, het is een proces waarin we zitten. En het is in zo'n groot proces altijd zoeken naar waar je elkaar kan vinden. Maar je ziet het, we zijn al bij elkaar weten te komen met een aantal trekkers, maar ook een aantal deelnemers, maar ook zelfs vrienden van. Die hebben gezegd van, nou ja, wij komen bij elkaar om samen te werken aan de urgenties die er zijn in Amsterdam Zuidoost. En het is inderdaad zo, zoals het ook stond in het persbericht, dat wij hebben gezegd dat we graag een voorstel willen doen bij de gemeente Amsterdam. Mm-hmm. Om inderdaad daarin aan te geven hoe wij denken een stevige en goede partner te kunnen zijn voor hen bij allerlei speerpunten die zij hebben. Ja. Meneer Sanderiman, u bent er nog? Ja. Hoe gaat het tot nu toe dat samenwerken met al die verschillende, ik heb het nu over de grote organisaties, ja. Dat is voor u natuurlijk ook een nieuwe ervaring, neem ik aan. Ja en nee, we doen het al langer dan ook buiten Zuidoost. Ik ben ontzettend aangenaam geraakt door, kijk wat ons verbindt in al onze missies van alle de vijf organisaties, de grote organisaties, mm-hmm. maar ook de kleine, is dat we er zijn uiteindelijk voor de bewoners. En dat we allemaal ook doen aan een vorm van preventie of vroegsignalering. Dus er zijn heel veel raakvlakken. De enige verschillen die er zijn, is dat we elk in een ander systeempje zitten. Een andere vorm van subsidie krijgen of voor een ander deel van de markt. En die moeten we aan elkaar zien te verbinden. Het positieve is dat, wat Kenny zegt, alle bewoners en zelforganisaties en grote organisaties hebben kennis van Zuidoost. En dat is de grote meerwaarde. Kennis van de bewoners, kennis van Zuidoost. Want wat wij niet zo voor ons zien, is dat er partijen komen die een standaard antwoord hebben van misschien uit Zuidoost, misschien van ver buiten Zuidoost. Mm-hmm. Die een standaard antwoord hebben die ze toepassen op Zuidoost, maar ook op Amersfoort en Apeldoorn en andere steden. Mm-hmm. Wij denken dat de grote verbindende kracht is, we hebben het allemaal in onze missie staan en we kennen de bewoners heel goed. En in dat proces zijn er meer raakvlakken dan verschillen. Ja, toch is het zo, er zijn in het pact twee organisaties die nog niet werkzaam in Zuidoost. En dat is de grote welzijnsorganisatie Dynamo. Ja. En het Landelijk Kennisinstituut Movisie, Kenny. Hoe moet ik dat verklaren? Waarom zitten zij in dit pact voor Zuidoost? Nou, een hele goede vraag. Want dat hoor je ook vaak. Er komen er weer mensen van buiten en dan komen ze weer. Ja, nou ja, Movisie en Dynamo zijn beide organisaties die heel goed staan aangeschreven en aantoonbaar goed werk verzetten. Movisie is dus werkt landelijk en Dynamo werkt in Amsterdam, voornamelijk in Amsterdams Oost. Maar beide organisaties hebben aangegeven graag dus met de bewoners en de organisaties van Zuidoost te willen bouwen.
En ze komen dus ook echt expertise brengen op specifieke gebieden, dus de urgenties. Die expertise is versterkend op de expertise die er al is in Amsterdam-Zuidoost. Dus ze komen niet met de houding van wij komen ontwikkeling brengen. Integendeel komen ze juist omdat ze hebben aangegeven, dat sociaal pact vinden wij interessant. En wij willen heel graag met de bewoners vanuit hun behoeftes gaan bouwen en kijken welke expertise die zij al bezitten, hoe zij dat kunnen inzetten, ja, om ook de bestaande structuren of manieren van werken te versterken in Amsterdam-Zuidoost. Dus ik begrijp, ze komen iets ook erg bijdragen. Absoluut, absoluut. Oké, okay. Ja, ik weet niet aan wie ik deze vraag... U bent er nog, meneer Sanderiman? Ja, zeker. Ja, u mag beide antwoorden, hoor. Hoe ziet... Laat me een datum noemen. Hoe ziet de komende tijd tot oktober 2020 uit? Hoe ziet die tijd eruit voor het sociaal pact? Wat gaat er gebeuren of wat moet er gebeuren? Kenny, jij eerst? De aankomende periode zal er dus hard gewerkt worden door de trekkers en de deelnemers, maar ook de vrienden van het Sociaal Pact, met name op de doorontwikkeling daarvan. We zullen een aantal gesprekken moeten voeren met een aantal nieuwe deelnemers, vrienden van het Sociaal Pact, die hebben aangegeven zich willen aansluiten, want dat zijn er een aantal. Maar ook zullen wij een aantal bijeenkomsten moeten organiseren in de openbaarheid, dus voor de bewoners, om hen te informeren waar het Sociaal Pact voor staat en waar we ons op willen gaan richten. En uiteindelijk zal het Sociaal Pact ook zich een periode moeten inzetten op basis van een selectie van een aantal sociale urgenties. Moet je dat even vertalen? Sociale urgenties kunnen dus zijn laaggeletterdheid, eenzaamheid, schooluitval, maar ook armoede of schuldenproblematiek. Je bedoelt... problemen in het welzijnsveld van Zuidoost die urgent zijn. Exact. Okay. Mm-hmm. Nou ja, dus op een selectie daarvan zullen wij ook echt specifiek in de praktijk actief moeten zijn als Sociaal Pact. Je bedoelt een selectie daarvan, want je kan niet al problemen in je pakket nemen. Nee, en dat zou ook niet realistisch zijn. Je zou dus een aantal urgenties moeten selecteren als sociaal pact, waarbij je zegt, nou ja, wij zullen ons daarop een bepaalde periode gaan focussen, inzetten. Nou ja, dat zou dan ideaal zijn in een bepaalde wijk of gebied in Amsterdam-Zuidoost. En op basis daarvan, na de periode, een goede evaluatie met elkaar voeren, zodat we kunnen kijken wat zijn de positieve punten die we kunnen meenemen, maar ook waar kunnen we nog bijschaven of bijsturen. Om uiteindelijk daaruit een voorstel te kunnen doen richting de gemeente. Want de gemeente is natuurlijk een hele belangrijke partner voor ons. Mm. Waarbij we in gesprek zullen blijven met hen. Om ook mee te kunnen nemen wat zij natuurlijk belangrijk vinden in het geheel. Maar uiteindelijk moet daaruit dus een voorstel rollen. Heeft u hier nog iets over te zeggen, meneer Sanderiman? Nou ja, nee. Een aanvulling eigenlijk, een aanvulling op wat Kenny zegt. Ik vind de hele ontdekkingsreis, zoals we zeggen zo netjes, je loopt over de brug terwijl je hem nog bouwt. Maar ik vind het heel erg mooi om te zien wat voor expertise er al is. We hebben een bijeenkomst gehad in een buurthuis dat door het buurthuis ter beschikking werd gesteld. Dat is al een Pebaso. Yeah. En we zaten daar met heel veel mensen die geïnteresseerd waren. En je ziet zoveel kennis. En ook dingen die als wij bijvoorbeeld als Wazoom een arbeidskracht nodig hebben, dan stappen we naar een uitzendbureau. En terwijl ik nou denk, wacht eens even, ik kan naar Venso stappen of ik kan naar die expertise is hier. Als wij te maken hebben met jongeren met een beperking, verstandelijke beperking, halen we die kennis ook van buiten, terwijl we zien dat er heel veel interne kennis is, heel veel stichtingen of zelforganisaties die zich al bezighouden met die problematiek. Mm-hmm. En dus gaande het proces, zoals Kenny dat schept, dat we formele stappen zetten, komen we al tot een bepaalde werkverhouding onderling en leren we elkaar ontdekken en dat is heel fijn. Ik bedoel, die kennis, er is gewoon heel veel kennis en expertise en het is zonde om die niet te benutten, ook voor onszelf.
Nou, dat klinkt allemaal fantastisch. Is er in de praktijk ook al iets veranderd? Want goed, jullie gaan allemaal, jullie zijn bezig elkaar te ontdekken. Jullie gaan nog allerlei sessies ook met bewonersorganisaties moeten hebben om tot een eensluidend beleid te hebben. Maar ondertussen gaat het werk gewoon door. Is er in de onderlinge verhoudingen tussen jullie en tussen de organisatie al iets veranderd door dit sociaal pact? Nou, ik heb partijen leren kennen die ik eigenlijk alleen van papier leerde kennen. Ja, ja. Kende. En ik vind het, ik vond het zeer prettig. En ook vooral de bezieling en de bevlogenheid die een aantal van de bewoners en instellingen en organisaties met zich meebrengt, dat is heel inspirerend. Ja. Dus ik hoop ze, ik zie ze niet vaak genoeg door dit proces, gelukkig wat vaker, maar ik zou ze nog veel vaker willen zien. Ook gewoon om van ze te leren. En we moeten gewoon het normale proces, of dat wat ken je, het formele proces wel aflopen. Want op een gegeven moment moet er wel gewoon een goed stuk liggen, goed doorwrocht, waar iedereen zich in kan vinden. Mm-hmm. Als voorstel voor de formele vorming van het sociale pact. Nou, dat... Kenny, misschien kan je de deelnemende organisaties voorstellen. Ja, zeker. Het pact bestaat uit drie ringen die dus met elkaar verbonden zijn en samenwerken. Je hebt de trekkers, die je dus zojuist hebt benoemd. De Sozoom, Pebazo, Programma Bureau Amsterdam Zuidoost. De buurtwerkkamers, Dynamo, Movisie en Venzo. En hiernaast heb je wat wij dan noemen de deelnemers van het Sociaal Pact. Dat zijn dus de zelforganisaties en hun achterban. Ik zal hier een aantal van voor opnoemen. Dat zijn Provor, of organisaties zoals Provor, Buurvrouwennetwerk, Caribic, Aquabazorg, Jongeren die het kunnen, Cirkel van Harmonie, Reboost, Hoop voor Morgen, Alakondre en P-Team. Maar verder hebben we ook dus nog ook, de vrienden van het Sociaal Pact. Daar zal ik ook nog een aantal van opnoemen. Daarbij moeten jullie denken aan organisaties zoals de Politie Amsterdam, de OBA, de Bedrijfsvereniging Amsterdam Zuidoost, Arkin, maar ook het Bijlmerpark Theater, het ROC van Amsterdam en het NOF, de Vereniging Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligerswerk. Dus echt een aantal organisaties die al hebben gezegd van nou, we vinden deze ontwikkeling dusdanig interessant, maar ook nodig. En we willen ons heel graag aansluiten. Goed. Meneer Sandiman en Kenny, hartelijk bedankt voor deze informatie. En natuurlijk blijven wij deze ontwikkeling volgen. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan. En beste luisteraars, als u nog vragen heeft hierover, of natuurlijk ook over het werk van Venzo, kunt u van maandag tot donderdag ons bellen op ons telefoonnummer 760-1170. En of u kunt gaan kijken op onze website www.venzo.co.nl. En dat was het weer voor deze keer, beste luisteraars. Onze volgende uitzending is op zaterdag 3 augustus wederom om 12 uur via dit mooie station Marte Radio. Ik dank natuurlijk mijn gasten Aad Groo en Kenny en meneer Sandiman. En natuurlijk ook dank aan de onnavolgbare Norman van Gom van Marte Radio, die zijn uitzendtijd bij dit station geheel belangeloos ter beschikking stelt aan Venzo. U luisteraars wens ik verder een prettig weekend. En ik ga u achterlaten met een Curaçaose singer-songwriter. Ze heet Chris Berry. Het is een zangeres van internationale allure, vind ik zelf. En je herkent haar stem uit duizenden. Dus als u ergens een reclame hoort en u denkt, ik ken die stem ergens van, dan heeft u grote kans dat het de stem van Chris Berry is. Maar wij sluiten af met een van haar laatste eigen nummers. Ninja. In slow motion, I can see what's killing me.
I need a